hopen dat jullie genoten hebben van het inclusieve kerstverhaal geschreven door Rian Visser. Er is nog een leuke quiz bij gemaakt, dus ik hoop dat jullie allemaal goed hebben opgelet. Ik ga de vraag aan jullie stellen. Dan hebben we heel even de tijd om na te denken en dan zal ik het antwoord noemen. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Vraag 1. Welke boomsoort wordt er in dit verhaal als kerstboom gebruikt? Is dat een den, een eik of een spar? Het is natuurlijk een spar. Vraag 2. Waar komt de scheve spar te staan? Is dat in een paleis, in een huis of in een school? De scheve spar komt in een school te staan. Zijn jullie al klaar voor vraag 3? Daar gaan we. Vraag 3. De paleisspar is aan het opscheppen. Waar schept hij over op? Is dat hij de grootste is? Is dat hij op televisie was? Of is dat hij niet scheef is? Weten jullie het antwoord? Het antwoord is dat hij op televisie was. Vraag 4. Waardoor is de scheve spar scheef geworden? Is dat omdat hij naast een hoge boom stond? Is dat omdat hij naar de grond keek? Of is dat omdat hij zich niet lekker voelde? Het antwoord is, hij stond naast een hoge boom. Dan zijn we alweer aangekomen bij vraag 5. En vraag 5 is, wie is er geboren met kerst? Is dat de kerstman? Is dat Santa? Of is dat Jezus? En het goede antwoord is natuurlijk Jezus. Vraag 6. Esmee woont in een rijtjeshuis, een flat of een villa? Ze woont in een flat. Dan gaan we verder met vraag 7. Waarmee versiert Esmee de kerstboom in haar huis? Is dat met kerstballen? Is dat met zelfgemaakte kerstversiering? Of is dat met slingers? Wat denken jullie? Ze versiert de kerstboom met zelfgemaakte kerstversiering. Vraag 8. Hoe komt het dat het koud is in het huis van Esmee? Is dat omdat er geen verwarming aan staat? Is dat omdat het raam open staat? Of is dat de verwarming laag staat om geld te besparen? In het huis van Esmee staat de verwarming laag om geld te besparen. Vraag 9. Wat doet de meester als de boom versierd is? Spuit hij sneeuw op de boom? Danst hij rond de kerstboom? Of vertelt hij een verhaal? Weten jullie het nog? Denk maar eens goed na. Hij spuit sneeuw op de kerstboom. Dan zijn we alweer aanbeland bij de laatste vraag, vraag 10. Wat heeft de moeder van Amin gebakken voor het kersteten op school? Is dat pizza? Is dat Turkse zandkoekjes? Of zijn dat kerstkransjes? De moeder van Amin heeft Turkse zandkoekjes gebakken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze quiz en het mooie kerstverhaal.
We hopen dat jullie het leuk hebben gevonden en fijne dagen hebben gehad. En we wensen jullie alle goeds voor het nieuwe jaar.